Slomen als een slak. Ja. Mag ik deze al? Kijk, weet je wat goed is? Dit is goed hier. Bewaker, kun je hier even niet mee mengen? Dankjewel. Kijk, ik kan het echt super snel hier hoor. Dat hoorde jullie niet, hè? Nee, het was zo snel dat jullie het niet hoorden. Oké, wacht, doe nog eens die beat. Hallo mensen van YouTube, welkom. Nee. Oké, wacht. Nee. Ik ga het doen. Oké, wacht. Als een Mexicaan kan ik heel goed rappen nou. Oké, nu ga ik telkens een pof. Hallo mensen van YouTube, welkom terug bij een Bakkes! Bakkes! Hey! Kom op! Oh ja, jullie mogen gewoon bijten, sorry. Oké. Kom maar naar buiten. Ik bedoel, kom nu naar buiten en volg me naar de cafetaria. Je loopt echt elke keer met die raket. Wat? Welke raket? Totaal niet opvallend. Ik dacht dat het een dildo was. Oké. Okay. Wat? Wat? Niks. Wat is dat? Geen idee. Oké. Poffertjes, kikkertjes, poffertjes, kikkertjes, poffertjes, kikkertjes. Jullie krijgen alleen brood en worteltjes. Brood en worteltjes? Het is brood en worteltjes. Dat klinkt niet zo. Brood en een wortel. Het klinkt gewoon niet lekker. Poffertjes en crackertjes klinkt echt geweldig. Geef toe. Ham. Ik heb alleen een brood gehad. Mag ik meer? Eerst mijn wortel. Dank je. Je pijn. Is oranje. Ha. Oké. Ja. Mogen wij naar de schietbaan? Ja, wij willen graag schieten. En we willen ook wel eens kijken hoe dat is met een silencer. Ja, dat schijnt heel goed te zijn en cool. Ja. Oh ja? Nou, ik heb net nieuwe binnengekregen wapens. In de... Van de directeur. Namelijk... Hele mooie, fancy Glocks met een silencer. En niet zomaar Glocks met een silencer. Waarom is die een andere kleur? Regenboog Glocks met een silencer, oh yeah! Oh yeah. Had ik deze maar in CSGO, deze skin. Dit is best mooi. Ach, hoe kunnen jullie schieten? Ik heb jullie nog geen ammo gegeven. Internet. Wat? Hier. Ja, ammo. En nu nog een ammo? Ja, ik wil graag. Blijkbaar zat er nog ammo in. Ja, ik weet niet. Het zat er nog in verstopt, denk ik. Mag ik ook wat ammo? Ik heb David 2 ammo's gegeven. Dus domme David! Hier. Er is niet heel veel verschil tussen de twee. Nee, inderdaad. Nee? Oh. Hier, kijk. Bewaar nog de ammo, hè? Ja, weet je wel een goed verschil tussen is? Hier moet je eens kijken, ja. Dit is een P90, ja. Ja, die horen jullie, hè. En dit is een Barrett 50 cal. Oh. Ja. Wat? Kan je me die Barrett 50 cal geven? Die is alleen voor card, sorry. Oké, laten we onze wapens teruggeven. Ja, wink, goed idee. Wink. Hier is mijn wapen met silencer en regenboogkleur. Gelukkig is die kleurenblind. Dat is wel echt fijn dat die kleurenblind is. En ik heb 2 kloks terug met... Met duidelijk een regenboog erop. Oké, kom maar. Jullie hebben ook gewoon allebei nog zo'n vage steen in jullie hand. Wat? Regenboogsteen. Het is een komkommer. Oh! Oh ja, nee, klopt. Wat gaan we doen, David? Oké, weet je wat het plan was? Ja, Juan denkt een plan te hebben. We moeten natuurlijk onze weg naar buiten opblazen. Oh shit, check dit! Wist je dat dit kon? Kan je het niet zien in de... Wat? Check deze! Ik heb gewoon 2! Is er 2? Ja! Voor mij, ik zie er maar 1. Ben je mijn dat? Dual... Wacht, dual doe jij het eens? Doe jij het eens? Hier, wacht. Ja, dan moet je mij erin geven. Oh, sorry, ik heb er maar 2. Nee, die bewaar ik voor mezelf. Is dat die andere dan ook groen wordt? Nee. Ja, een soort van. Hoe cool is dit? Guard! Check dit! Oh, dit is cool! Oké, mooi. Oké, het plan was, we moeten onze tunnel natuurlijk opblazen met die C4 die we hebben. Mm-hmm. Maar, stop, want we moeten, zeg maar, dat zou, iedereen zou dan weten dat we een tunnel hadden, want dat hoor je gelijk het opblazen. Dus, als we nou tegelijkertijd 1 of 2 van die torens opblazen, dan zijn ze daardoor afgeleid en horen ze de explosie van de tunnel niet. En tegelijkertijd kunnen ze dan niet meer de torens gebruiken om
ons neer te schieten wanneer we proberen te ontsnappen. Hè? Ja, dat is best slim. Het is een beetje onlogisch dat de torens ineens opgeblazen zijn. En ik krijg die guns niet meer dual wielded. En ik weet niet hoe ik het deed. Oh, nee. Dat was het in ieder geval niet. Hoe de fuck deed ik dat? Cool was het, maar hoe? Hoe doe je dat? Oh shit. Wat gebeurde daar? Oeps, sorry. ging per ongeluk. Oké. Geen probleem. Ging ook per ongeluk. wat ging per ongeluk? Niks. Oké. Oké, dus hier gaan we de servier in gooien. En, En dan ook, ik denk, deze toren waar we nu bij staan. Ja, daar ook. En de toren, die andere toren bij de landingsbaan. Want ik denk dat we willen ontsnappen met een vliegtuig. Dus deze toren en die toren aan de andere kant van de landingsbaan daar zo. Hier, als je hier naar boven komt. Is goed. Hoe de fuck heb ik dat net gedaan? Hoe kan je twee Glocks ook weer vasthouden? Dat ging net. Allebei op je hotbar, denk ik. Ja, dat staan ze al. Oké. Daar zo, die toren daar. Ja. Die twee wil je op. Maar pas op, want er zijn cards, hè. Oké, ik ga heel voorzichtig dus doen. Wil je dan misschien die een van jouw slechte gun ruilen voor de andere science gun? Als je ze wilt dual wielden. Ga ik eerst. Ik wil eerst weten hoe ik ze moet dual wielden. Dan zal ik alvast zeg maar wat etens, voedingsmiddelen en dat soort dingen klaar gaan leggen voor onze terugweg. Dat voor onze wegtocht. Okay. En dan zien we elkaar weer bij de ingang van de tunnel op het moment dat we het gaan opblazen. Kut. Als jij de C4 hebt klaargelegd, oké? Okay? Yes. Oké. Okay, oké, maar ik heb de C4 en de tunnel al klaargelegd, dus ik hoef alleen maar die torens nog te doen. Ja, oké. Okay. Als jij dat hebt gedaan, dan zien we elkaar terug bij de tunnel. Oké, tot zo. Tot zo. Kijk, hier kan je heel makkelijk de muur op springen. Het is allemaal helemaal niet zo moeilijk. Je moet er voorzichtig zijn alleen. Misschien moet ik gewoon even mijn pak uittrekken. Ik ga gewoon hier naakt rondlopen. Oh, dit is het. Ik heb het gevonden, David. David, het is gelukt. Oh. Het is naar beneden scrollen. Wow. Die boer kwam onhandig. Oké. Het is naar beneden scrollen. Nice. Oh, nice. Twee gesilenced rainbow guns. Voor de win. Oké, dus. Ja, ik ben nu naakt aan het rondlopen over de muur. Zodat ik niet herkend word als gevangene. Super slim. Kijk of die guard me nog gaat zien of iets. Staat hier boven? Oeh. Guard. Meneer, er is. Ja. Er zijn donuts voor je beneden. Waar? Ja, beneden. Moet je even hier komen? Kijk, richt ik op zijn hoofd. Waar? Waarom werkt dit niet? Zet je creative mode uit, cut guard. Stomme premium guards altijd. Godsamme. Nou, die guard is een soort van dood. Even kijken hoeveel servier ik heb. Oh, ik heb nog genoeg. Ik ga hier meerdere in gooien. Shit, nu is mijn armor kapot. Nu kan ik weer damage krijgen van die val. Ik zal snel die gozer uitschakelen. Wat? Dit is 100% legit. Waar is die? Oh, daar. Oké. Auw. Shit. Fuck. Auw. Wat gebeurt hier? Oké, kut. Missie gefaald. Moet er nog een keertje. We gaan er vol voor. Oh. Oké, snel. Waar is die rotguard? Nou, in principe hoef ik daar helemaal niet meer naartoe. Maar ja. Ja, dit werkt toch nooit, jongens? Heel even. Er moet nu een alarm afgegaan zijn. Maar oké. Auw. Wie is me aan het schieten? Stop met schieten. Vind niet meer leuk. En werken die C4's op een bepaalde afstand? Allemaal vragen. Zo weinig antwoorden.
Ik denk dat ik gewoon alvast naar de volgende toren ga. Of is die... Oké, laat maar. Oké. Op naar de andere toren. Oké. Waarom springen we nu niet gelijk over daar naartoe? Vraag je je af. En dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar de tunnel was gewoon net iets cooler, weet je wel. Iets hipper. Dus we gaan voor de tunnel. Dat is cooler, hipper, beter. Weet je. Ik bedoel. Ja. Het is gewoon cooler. Oké. Dan gaan we. Check even of hier... er is iemand. Hoi. Hoi. Oh nee. Wacht even naar mijn andere... Oh nee. Ik laat je wel even herladen. Dat is goed. Fuck. Neem je tijd hoor met schieten. Fuck, ik heb geen ammo meer. Ik ga hem slaan met mijn bazooka. Hier heb je nog wat ammo als je nodig hebt. Ja, geef maar. Oké, dankjewel. Ik stuur een waarschuwingsschot hoor, als je nu die opbouwt. Oh nee, dat waarschuwingsschot wat mis. Oké. Dat ging onhandig, maar het is gelukt. Nu kunnen we vrijwillig C4 hier plaatsen. Hier nog een beetje C4. Hier is denk ik ook wel C4 nodig. En wat gaan we nog meer opblazen? We hebben nog plek. We hebben nog ruimte voor 2 bommetjes. Dus we moeten iets... Iemand die we haten kunnen we opblazen. Ik weet het al. Mijn stalker. We gaan haar opblazen. En ik heb weer honger. Oké. Okay. Oh shit, ik ga bijna dood. Fuck. Ik ga bijna dood, maar het is wel de snelle manier om naar mezelf te gaan. YOLO! Oké, we zijn weer in het celblok. En we gaan nu even wat C4's plaatsen in Puck's kippenhok. Waar is die? Waar is Puck? Rip Puck? Ik hoorde nog, wacht. Ze is hier vast ergens. Oh, en Pieter. Pieter gaat ook mee. Oké. Oh nee, wacht, dat is niet... Nou, laat maar, we zien wel wat er gebeurt. Waar is Puck? Zoek naar Puck de kip. Kijk, tadaa. Hier ben je. Alsjeblieft. Oké. Snel terug naar mijn cel en dan hoop ik dat nacht is. Oh nee, wacht. Kut, ik ben iets vergeten. Kut. Volgens mij had ik afgesproken met Juan. Juan? Oh, hi. Ik dacht dat je misschien wel honger zou hebben. Dus ik dacht misschien ga ik maar alvast koken. Heel goed idee. Ja. Ja, precies. Oh. Pas je een beetje op. Normaal doe ik alleen maar aan cocaïne koken. Weet je wel, dat is ook cocaïne. Dus dat moet je ook koken. Moesten we niet weg met het vliegtuig? Dus ik heb volgens mij per ongeluk ook wat cocaïne gemaakt. Maar ik denk dat dit vlees is. Oké, interessant. En je weet zeker dat je het niet hebt vermengd met coke of zo? Oh, ik zit al vol. Nee. Ik ben natuurlijk net doodgegaan. Dat weet ik niet zeker. Ik denk het eigenlijk wel, maar dat maakt het juist extra lekker, toch? Misschien zit er wat speed doorheen. Ja, okay. Ik weet ook niet hoe deze keuken hier komt. Hij was hier gewoon opeens. Weet je... Ik zag een keuken en ik dacht, misschien was ik in een vorig leven wel een kok of een David die heel goed kon koken of zoiets. En ik voelde mijn instincten zeggen dat ik moest gaan koken. Daar blies iets op. Hoorde je dat ook? Ja, laten we snel de tunnel opblazen. Go. Oké, go. Ja, is het gelukt? Ik weet niet of de toren is afgegaan. Ik zie het vanzelf al. Heeft dit gewerkt? Heb je nog een C4 over? Oh, kijk! Die hebben we net Je kan ze denk ik in volgorde
Oh, dit is cool. Oh, is zijn het... nu alle torens opgeblazen? Ik heb geen idee. Oh, kijk dan, deze twee torens. En is Puck dood? Ik geloof dat ik altijd allemaal al heb opgeblazen, dus... ja, dus... Ik denk dat we... Ja... Ik hoorde alleen nog. Leuk. Ze gaat ook maar niet dood. Waar is ze dan? Oh, hier. Pieters hok is kapot. Oh, slim. Ze was van plek verwisseld. Fuck. Sorry. Oh, hi. We horen een explosie. Misschien... Ja, dus we gingen even kijken waar Puck was. Dan? Maar Puck misschien is overleden. Misschien moet je snel gaan kijken bij de torens, want die zijn volgens mij ook geraakt. Ik denk dat we haar begrafenis moeten laten geven. Ja, laten we... hier, mogen we misschien buiten de muur voor een begrafenis? Nee. Waarom heb niet? Heb je nog C4 over? Nee. Ik heb nog een paar C4 nog van Daniel. We moesten Pieter opblazen, dat moest gewoon. Hier, ik heb nog wat C4 van hem gestolen, want volgens mij is de tunnel nog niet helemaal... neem dit. David, we hebben het weer verpest. Nee, perfect. Ik had nog C4. Maar neem maar gewoon. Arme Puck. Wat heb je nou gedaan? Hier zit een gat. Kunnen we Puck hier begraven? Maar we hebben wel bloemetjes nodig. Guard, mogen we bloemetjes? Je mag jezelf plukken. Ja, maar waar kan je hier bloemetjes vinden? Ga mee, Guard. Hier word ik dus kwaad van, hè? Zijn die gewoon aan het rouwen om een medegevangene, ja? Okay. Colin en Puck. Ik zie hier meerdere bloemetjes, jongens. Waar? Hier. Hierboven. Oké, wat? Hier, rozen en... Oh, daar! En gele bloemetjes. Nodig. En die rode hebben we nodig. Oké. Okay. Mogen we misschien wat TNT? Nee. Nou ja, zeg. Waarom TNT? Wat een rare guards die hier zitten. En nu bloemetjes. Oh, ik ben hier een gat aan het maken. Ik heb al een graf gemaakt. Jezo. Shit. Ik moet even mijn gestolen pickaxe uit mijn zak halen. Ik heb wel een sign voor je als je dat wil. Ja, graag. Rip in Puck, schrijf dat er maar op. Rip in Puck. Ik ben blij. Oké. Okay. Maar ik ga maar weer eens donuts halen. Ja, ik wens je weer hartstikke veel succes. Dus ja. Oké, dat was de Puck. Oké, laten we nu dingen gaan opblazen. Opblazen? Ja, ballonnen voor de verjaardag van Puck, die morgen is. Oh. Maar ja, nu gaat het David, waarom klapt het dan die ballon nou? Sorry, ik had hem net iets te ver opgeblazen. Circle. Oh, kijk. Het is hier allemaal opgeblazen. Wauw. In een hele mooie rechte gang. En daarna nog in een... Met allemaal koolblokken. Hoe kan dat nou? Dat stukje zwart as. Oké. Okay. We zijn buiten. Wat? Oké, laten we snel naar de helikopter gaan. Yes, we hebben het gehaald. Ah, maar dan missen we de verjaardag van Puck. Die is toch dood. Puck! Oh. Waarom hebben we er eigenlijk gedood? Ik weet het niet. Dat was jouw idee. Het gebeurde allemaal zo snel. We krijgen nu echt nog maar de helft van onze views. Omdat Puck dood is, of... Ja. Want dan kan ze niet meer elke video onderzoeken. Oké, we pakken toch de helikopter? Of pakken we deze? Ja. Nee, deze. De helikopter doet het volgens mij niet. Oké, ik zit erin. Kijk maar, hij heeft geen eens wielen en hij zweeft. Oké, er gebeurt niets, David.
Volgens mij zijn we iets essentieels vergeten. Volgens mij... Gewoon. Volgens mij hebben we kerosine nodig. Kut. En shit. Ik wilde net in het vliegtuig stappen en dit de seizoensfinale noemen, David. Nee. Oké. Okay. Misschien moeten we dan maar een manier uitvinden hoe me... Weet jij hoe je fuel maakt? Ik heb geen idee. Wellicht zien we het de volgende aflevering. Ja. Als ik nu een facecam op had, dan had ik mijn bril opgezet. Dan, au, yeah! Geroepen. Weet je wel? Dat beeld dan, hè? Dat heb ik niet gedaan. Oké, jongens, tot de volgende keer. Wij gaan snel terug naar onze cel en hopen dat mijn cel nog heel is na Pieter. Pieters incidentje. Ja. Tot de volgende keer. Hoi, guard. We gaan weer terug naar onze cel, niks aan te merken. Wacht, waar heb je die regenboog vandaan? Hier, kijk, ik kan schieten. Ah, nee. Ah, best een mooi ding. Oh. Wow. Die C4 is niet heel erg, hè? Ik bedoel, kan de deur weer open? We doen het zelf wel. De deuren doen het nog na de explosie. Auw. Niet schieten. Stop maar. Hey, stop met vechten. Auw. Ik ga het niet doen, wat van. Nee. Wow! Ik heb serieus op niks gedrukt. Nee, volgens mij schoot ik erop. Ik zit nu vast in mijn cel. Ik niet. Wie deed dat nou, hè? Wie deed dat nou? Ik schoot erop. Werkt het? Ja. Ja. Oké, okay, mooie noodreparatie, jongens. Tot de volgende keer. Doei. Dag. Doei. Dat weet ik niet zeker. Ik denk het eigenlijk wel, maar dat maakt het juist extra lekker, toch? Misschien zit er wat speed doorheen. Ja, okay. Ik weet ook niet hoe deze keuken hier komt. Hij was hier gewoon opeens. Weet je... Ik zag een keuken en ik dacht, misschien was ik in een vorig leven wel een kok of een David die heel goed kon koken of zoiets. En ik voelde mijn instincten zeggen dat ik moest gaan koken. Daar blies je ze op. Hoorde je dat ook? Ja, laten we snel de tunnel opblazen. Go. Oké, okay, go. Ja, is het gelukt? Ik weet niet of de toren is afgegaan. Zie het vanzelf al. Heeft dit gewerkt? Heb je nog een C4 over? Oh, kijk. Die hebben we net op... Je kan ze denk ik in volgorde. Oh, dit is cool. Oh, zijn nu alle torens opgeblazen? Ik heb geen idee. Oh, kijk dan, deze twee torens. En is Puck dood? Ik geloof dat ik altijd allemaal al heb opgeblazen, dus... ja, dus... Ik denk dat we... Ja... Ik hoorde alleen nog... Okay. Ze gaat ook maar niet dood. Waar is ze dan? Hier. Pieters hok is kapot. Oh, slim. Ze was van plek verwisseld. Fuck. Sorry. Oh, hi. We horen een explosie. Misschien... Ja, dus we gingen even kijken waar Puck was. Maar Puck is overleden. Misschien moet je snel gaan kijken bij de torens, want die zijn volgens mij ook geraakt. Ik denk dat we haar een begrafenis moeten laten geven. Ja, laten we... hier, mogen we misschien buiten de muur voor een begrafenis? Nee. Waarom heb niet? Je nog C4, heb je nog C4 over? Nee. Ik heb nog een paar C4 nog van Daniel. We moesten Pieter opblazen, dat moest gewoon. Hier, ik heb nog wat C4 van hem gestolen, want volgens mij is de tunnel nog niet helemaal... neem dit. David, we hebben het weer verpest. Nee, perfect. Ik had nog C4. Maar neem hem gewoon. Arme Puck. Wat heb je nou gedaan? Hier zit een gat. Kunnen we Puck hier begraven? Maar we hebben wel bloemetjes nodig. Guard, mogen we bloemetjes? Je mag jezelf plukken. Ja, maar waar kan je hier bloemetjes vinden? Ga mee, guard. Hier word ik dus kwaad van, hè? Zijn die gewoon aan het rouwen om een medegevangene, ja? Okay. Colin en Puck. Ik zie hier meerdere bloemetjes, jongens. Waar?
Hier. Hierboven. Oké, wacht. Wat? Hier, rozen en... Oh, daar! En gele hebben we nodig. En die rode hebben we nodig. Oké. Mogen we misschien wat TNT? Nee. Ik mag steeds. Het is een komkommer. Oh! Oh ja, nee, klopt. Wat gaan we doen, David? Oké. Weet je wat het plan was? Ja, Juan denkt een plan te hebben. We moeten natuurlijk onze weg naar buiten opblazen. Oh shit, check dit! Wist je dat dit kon? Kan je het niet zien in de... Wat? Check deze! Ik heb gewoon 2! Heb je er 2? Ja! Voor mij, ik zie er maar 1. Ben je mijn dat? Dual... Wacht, doe jij het eens? Doe jij het eens? Hier, wacht. Ja, dan moet je mij erin geven. Oh, sorry, ik heb er maar 2. Nee, die bewaar ik voor mezelf. Is dat dat die andere dan ook groen wordt? Nee. Ja, een soort van. Hoe cool is dit? Guard! Check dit! Oh, dit is cool! Oké, mooi. Oké, het plan was, we moeten onze tunnel natuurlijk opblazen met die C4 die we hebben. Mm-hmm. Maar, stop. Want we moeten, zeg maar, dat zou, iedereen zou dan weten dat we een tunnel hadden, want dat hoor je gelijk dat opblazen. Dus, als we nou tegelijkertijd 1 of 2 van die torens opblazen, dan zijn ze daardoor afgeleid en horen ze de explosie van de tunnel niet. En tegelijkertijd kunnen ze dan niet meer de torens gebruiken om ons neer te schieten wanneer we proberen te ontsnappen. Hè? Ja, dat is best slim. Het is een beetje onlogisch dat de torens ineens opgeblazen zijn en ik krijg die guns niet meer dual wielded. En ik weet niet hoe ik het deed. Oh, nee. Dat was het in ieder geval niet. Hoe de fuck deed ik dat? Cool was het, maar hoe? Hoe doe je dat? Oh, shit. Wat gebeurde daar? Oeps, sorry. ging per ongeluk. Oké. Geen probleem. Ging ook per ongeluk. Wat ging per ongeluk? Niks. Oké. Oké, dus hier gaan we de C4 in gooien. En dan ook, ik denk, deze toren waar we nu bij staan. Ja, daar ook. En de toren, die andere toren bij de landingsbaan. Want ik denk dat we willen ontsnappen met een vliegtuig. Dus deze toren en die toren aan de andere kant van de landingsbaan daar zo. Ja, als je hier naar boven komt. Is goed. Hoe de fuck heb ik dat net gedaan? Hoe kan je 2 Glocks ook weer vasthouden? Dat ging net. Allebei op je hotbar, denk ik. Ja, dat staan ze al. Oké. Daar zo, die toren daar. Ja. Die 2 wil je op. Maar pas op, want er zijn cards, hè. Oké, ik ga heel voorzichtig dus doen. Wil je dan misschien die een van jouw slechte gun ruilen voor de andere science gun? Als je ze wilt dual wielden. Ik wil eerst weten hoe ik ze moet dual wielden. Dan zal ik alvast zeg maar wat etens, voedingsmiddelen en dat soort dingen klaar gaan leggen voor onze terugweg. Dat voor onze wegtocht. Okay. En dan zien we elkaar weer bij de ingang van de tunnel. Slomen als een slak. Ja. Mag jij deze al? Kijk, weet je wat goed is? Dit is goed hier. Bewaker, kun je hier even niet mee mengen? Dankjewel. Kijk, ik kan het echt super snel hier hoor. Dat hoorde hij niet, hè? Nee, het was zo snel dat het gewoon jullie het niet hoorden. Oké, wacht, doe nog eens die beat. Hallo mensen van YouTube. Welkom. Nee? Oké, wacht. Nee. Ik ga het doen. Oké, wacht. Als een Mexicaan kan ik heel goed rappen nou. Oké, nu ga ik telkens een pof. Hallo mensen van YouTube. Welkom terug bij een Marcus. Video. Marcus! Hey! Kom op. Oh ja, jullie mogen gewoon bijten, sorry. Oké. Kom maar naar buiten. Ik bedoel, kom nu naar buiten en volg me naar de cafetaria. Je loopt echt elke keer met die raket. Wat? Welke raket? Totaal niet opvallend. Ik dacht dat het een dildo was. Oké. Wat? Wat? Niks. Wat is dat? Geen idee.
Oké. Poffertjes, kikkertjes, poffertjes, kikkertjes, poffertjes, kikkertjes. Jullie krijgen alleen brood, brood en worteltjes. Brood en worteltjes? Dat is brood en worteltjes, broodjes. Dat klinkt niet zo. Brood en een wortel. Het klinkt gewoon niet lekker. Poffertjes en crackertjes klinkt echt geweldig. Geef toe. Ham. Ik heb alleen een brood gehad. Mag ik meer? Eerst mijn wortel. Dank je. Je pijn. Is oranje. Ha. Oké. Ja. Mogen wij naar de schietbaan? Ja, wij willen graag schieten. En we willen ook wel eens kijken hoe dat is met een silencer. Ja, dat schijnt heel goed te zijn en cool. Ja. Oh ja? Nou, ik heb net nieuwe binnengekregen wapens. In de... Van de directeur. Namelijk... Hele mooie, fancy Glocks met een silencer. En niet zomaar Glocks met een silencer. Waarom is hij een andere kleur? Regenboog Glocks met een silencer, oh yeah! Oh yeah! Had ik deze maar in CSGO, deze skin. Deze is best mooi. Ach, hoe kunnen jullie schieten? Ik heb jullie nog geen ammo gegeven. Internet! Wat? Hier. Ammo. En nu nog een ammo? Blijkbaar zat er nog ammo in. Ja, weet niet. Het zat er nog in verstopt, denk ik. Mag ik ook wat ammo? Ik heb David 2 ammo's gegeven. Dus domme David. Hier. Er is niet heel veel verschil tussen de twee. Nee, inderdaad. Nee? Oh. Hier, kijk. Bewaar nog de ammo. Ja, weet je wel een goed verschil tussen is? Hier moet je eens kijken, ja. Dit is een P90, ja. Ja, die horen jullie, hè. En dit is een Barrett 50 cal. Oh. Ja. Wat? Kan je me die Barrett 50 cal geven? Die is alleen voor kaart, sorry. Oké, laten we onze wapens teruggeven. Ja, wink, goed idee. Wink, wink. Wink, hier is mijn wapen met silencer en regenboogkleur. Gelukkig is die kleurenblind. Dat is wel echt fijn dat die kleurenblind is. En ik heb 2 kloks terug met... En met duidelijk een regenboog erop. Oké. Okay. Kom maar. Jullie hebben ook gewoon allebei nog zo'n vage steen in jullie hand. Wat? Op het moment dat we het gaan opblazen. Kut. Als jij de C4 hebt klaargelegd, oké? Okay? Yes. Oké. Okay, oké, maar ik heb de C4 en de tunnel al klaargelegd. Dus ik hoef alleen maar die torens nog te doen. Ja, oké. Okay. Als jij dat hebt gedaan, dan zien we elkaar terug bij de tunnel. Oké, tot zo. Tot zo. Kijk, hier kan je heel makkelijk de muur op springen. Het is allemaal helemaal niet zo moeilijk. Je moet er voorzichtig zijn alleen. Misschien moet ik gewoon even mijn pak uittrekken. Ik ga gewoon hier naakt rondlopen. Oh, dit is het. Ik heb het gevonden, David. David, het is gelukt. Oh. Het is naar beneden scrollen. Wow. Die boer kwam onhandig. Oké. Het is naar beneden scrollen. Nice. Oh, nice. 2 gesilenced rainbow guns. For the win. Oké, dus, ik ben nu naakt aan het rondlopen over de muur, zodat ik niet herkend word als gevangene. Super slim. Kijk of die guard me nog gaat zien of iets. Staat hier boven? Oeh. Guard. Meneer, er zijn donuts voor je beneden. Waar? Ja, beneden. Moet je even hier komen. Daar richt ik op zijn hoofd. Waar? Waarom werkt dit niet? Zet je creative mode uit, cut guard. Stomme premium guards altijd. Godsamme. Nou, die guard is een soort van dood. Even kijken hoeveel servier ik heb. Oh, ik heb nog genoeg. Ik ga hier meerdere in gooien. Shit, nu is mijn armor kapot. Nu kan ik weer damage krijgen van die val. Ik zal snel die gozer uitschakelen. Wat? Dit is 100% legit. Waar is die? Oh, daar. Oké. Au. Shit. Fuck. Au. Wat gebeurt hier? Oké, kut. Missie gefaald. Moet er nog een keertje. We gaan er vol voor. Oh. Oké, snel. Waar is die rotguard? Ja, in principe hoef ik daar helemaal niet meer naartoe. Maar ja.
Dit werkt toch nooit, jongens? Heel even, er moet nu een alarm afgegaan zijn. Maar oké. Okay. Auw. Wie is me aan het schieten? Stop met schieten. Vind niet meer leuk. En werken die C4's op een bepaalde afstand? Allemaal vragen. Zo weinig antwoorden. Ik denk dat ik gewoon alvast naar de volgende toren ga. Of is die... Oké, laat maar. Oké. Op naar de andere toren. Oké. Waarom springen we nu niet gelijk over daar naartoe? Vraag je je af. En dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar de tunnel was gewoon net iets cooler, weet je wel. Iets hipper. Dus we gaan voor de tunnel. Dat is cooler, hipper, beter. Weet je. Ik bedoel. Ja. Het is gewoon cooler. Oké. Dan gaan we. Check even of hier... er is iemand. Hoi. Hi. Oh nee. Wacht even naar mijn andere... Oh nee. Ik laat je wel even herladen. Dat is goed. Fuck. Neem je tijd hoor met schieten. Fuck, ik heb geen ammo meer. Ik ga hem slaan met mijn bazooka. Hier heb je nog wat ammo als je nodig hebt. Ja, geef maar. Oké, dankjewel. Ik stuur een waarschuwingsschot hoor, als je nu niet opbouwt. Oh nee, dat waarschuwingsschot wat mis. Oké. Dat ging onhandig, maar het is gelukt. Nu kunnen we vrijwillig C4 hier plaatsen. Hier nog een beetje C4. Hier is denk ik ook al C4 nodig. En wat gaan we nog meer opblazen? We hebben nog plek. We hebben nog ruimte voor 2 bommetjes. Dus er moet iets. Iemand die we haten kunnen we opblazen. Ik weet het al. Mijn stalker. We gaan haar opblazen. En ik heb weer honger. Oké. Okay. Oh shit, ik ga bijna dood. Ik ga bijna dood, maar het is wel de snelle manier om naar mezelf te gaan. YOLO! Oké, we zijn weer in het celblok. En we gaan nu even wat C4's plaatsen in Puck's kippenhok. Waar is die? Waar is Puck? Rip Puck? Ik hoor het nog. Wacht. Ze is hier vast ergens. Oh, en Pieter. Pieter gaat ook mee. Oké. Okay. Oh nee, wacht, dat is niet... Nou, laat maar, we zien wel wat er gebeurt. Waar is Puck? Zoek naar Puck de kip. Kijk, tada. Hier ben je. Alsjeblieft. Oké, okay. Snel terug naar mijn cel en dan hoop ik dat het nacht is. Oh nee, wacht, kut, ik ben iets vergeten. Kut. Volgens mij had ik afgesproken met Juan. Juan? Oh, hi. Ik dacht dat je misschien wel honger zou hebben. Dus ik dacht misschien ga ik maar alvast koken. Heel goed idee. Ja. Ja, precies. Oh. Pas je een beetje op. Oh, shit. Normaal doe ik alleen maar aan cocaïne koken. Weet je wel, dat is ook cocaïne. Dus dat moet je ook koken. Moesten we niet weg met het vliegtuig? Dus ik heb volgens mij per ongeluk ook wat cocaïne gemaakt. Maar ik denk dat dit vlees is. Oké, interessant. En je weet zeker dat je het niet hebt vermengd met coke of zo? Oh, ik zit al vol. Nee. Ik ben natuurlijk net doodgegaan.